Eenzaamheid. Daar heerst nog een heel groot taboe over. Vandaar deze video. Hoe herken je eenzaamheid bij jezelf, maar ook bij een ander? In deze video geef ik je ook nog eens tips hoe je af kan rekenen met eenzaamheid. Sociale eenzaamheid. We spreken over sociale eenzaamheid wanneer ons sociale netwerk enorm is beperkt. We praten over emotionele eenzaamheid wanneer we een gebrek hebben aan intiem contact. En beide kunnen ervoor zorgen dat onze mentale en fysieke gezondheid daar echt op achteruit gaat. Maar zoals ik al zei, over eenzaamheid heerst nog een heel groot taboe. We durven er letterlijk nog niet goed en open over te praten, omdat het wordt gezien als falen, als mislukking. Gelukkig door de coronacrisis durven we al een grote stap vooruit te maken. En wordt er al veel meer gesproken over eenzaamheid. Maar we zijn er nog niet want dat lost het probleem niet op. Eenzaamheid zal namelijk altijd bestaan, ook na de coronacrisis. Eenzaamheid tast je zelfvertrouwen aan. Je gaat denken van oh waarschijnlijk ben ik het verleerd om met anderen om te gaan. En dat resulteert natuurlijk weer in faalangst. Dus we mogen echt wat doen aan die eenzaamheid. We mogen daar echt mee afrekenen. Wel goed om te weten dat eenzaamheid voor iedereen heel anders kan zijn. Er zijn namelijk mensen die het al heerlijk vinden om zichzelf regelmatig terug te trekken, die zich echt even afzonderen, maar niet per definitie direct eenzaam zijn. Zo zijn er ook weer mensen die het heerlijk vinden om zoveel mogelijk mensen om zich heen te hebben. Dus wanneer jij je eenzaam begint te voelen, dat is echt heel erg persoonlijk, persoonsgebonden. Daarnaast heeft eenzaamheid natuurlijk ook te maken met hoe jij als persoon wat jouw kenmerken zijn. Want heb jij al een laag zelfbeeld, dan is het de kans groot dat jij je eerder eenzaam begint te voelen. Heb jij uh, weinig zelfvertrouwen, dan waarschijnlijk voel jij je sneller eenzaam. Dus ook dat kunnen redenen en factoren zijn waardoor de een zich sneller eenzaam voelt en de ander niet. Ook goed om te weten dat je niet per definitie eenzaam bent wanneer je weinig mensen om je heen hebt. Je kan je namelijk ook nog steeds extreem eenzaam voelen wanneer je omringd bent met heel veel mensen, maar er gewoon een bepaalde leegte is. Dus eenzaamheid is niet zwart of wit, het is niet makkelijk af te lezen van iemand. Maar onthoud, ook iemand die een gigantisch druk leven heeft, kan zich eenzaam voelen je even eenzaam voelen, daar is niks mis mee. We zijn allemaal wel eens eenzaam, dat het dat even niet zo lekker gaat of dat je wat minder in je vel zit. Dat hoort erbij. Maar langdurige eenzaamheid kan echt zorgen voor fysieke en mentale klachten. Hoe herken je eenzaamheid bij jezelf, maar ook zeker bij de mensen om je heen? Ik ga je een paar voorbeelden geven. De eerste is dat er waarschijnlijk minder aandacht is voor zelfzorg. Denk aan ongewassen haren of er minder leuk uit beginnen te zien. Dat kan een teken zijn dat het minder goed gaat met diegene. Maar ook vermoeidheid, boosheid of heel erg naar binnen gericht zijn, zijn symptomen die horen bij eenzaamheid. Een verhoogde spierspanning of een verandering in eetlust. Of denk bijvoorbeeld aan claimgedrag: Iemand wil jou echt claimen omdat hij bang is om verlaten te worden. Maar ook, uiteraard, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen zijn allemaal symptomen die voor kunnen komen wanneer je last hebt van eenzaamheid. Beperk het gebruik van social media. Dat is de eerste tip die ik mee wil geven om af te rekenen met eenzaamheid. Social media geeft gewoon niet de realiteit weer. Het lijkt alsof er altijd maar feestjes zijn, dat mensen altijd vrolijk zijn, dat ze altijd omringd zijn met de leukste en mooiste mensen. Dit is niet de echte wereld. En wanneer je je eenzaam begint te voelen en je ziet continu die beelden voorbij komen, dan ga jij je alleen nog maar eenzamer en slechter voelen. Dus mijn advies is: beperk of vermijd social media en richt je op de echte wereld. Tip nummer 2. Zeker wanneer je al langdurig last hebt van eenzaamheid, kom in actie. Blijf er niet langer mee rondlopen. Vind een klankboord. Dat kan in eerste instantie iemand zijn waarom wie je geeft en die dicht bij je staat. Meld het, maar soms kan het ook echt heel erg belangrijk zijn om professionele hulp in te schakelen. Maak een afspraak bij de huisarts of vind een therapeut en desnoods een coach die jou verder kan helpen. Het is niet gek dat je eenzaam bent. Heel veel mensen die er last van hebben. Maar er is ook zeker wat aan te doen. Dus kom in actie. Vind een klankboord. Help anderen. Maak anderen blij. Dat is tip nummer drie. Ik kan me voorstellen dat je denkt: gaat dat me nou van eenzaamheid af helpen? Wel degelijk. Doordat jouw doel is iets doen voor een ander, ga jij zelf echt een bepaald gelukshormoon ontwikkelen. Die gaat weer denken, ik doe er toe. En dat is precies wat, jou, wat jij mag doen wanneer je eenzaam begint te voelen. Maak kleine stapjes. Ga bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand die een stuk ouder is dan jij. Of wellicht kan je oppassen op die meisjes bij jou in de straat. Ga er in ieder geval voor zorgen dat je een ander blij kan maken, dat je iemand anders tegemoet komt. Want dat zorgt weer voor een heel veel positieve energie en dat gaat er weer voor zorgen dat jij echt kan afrekenen met eenzaamheid. De dus snood schrijf je in als vrijwilliger. Er zijn genoeg opties. Tip nummer 4 is beweeg en eet gezond. Het klinkt zo simpel, maar het is zo belangrijk. Wanneer jij genoeg beweegt en echt gezond eet, krijg je veel meer zelfvertrouwen. En wanneer je meer zelfvertrouwen krijgt, begin je je ook beter te voelen en sta je heel anders in het leven. Want wanneer jij fysiek gezond bent, ben je ook mentaal een stuk gezonder. Dat gaat hand in hand. Dus geef aandacht aan je voeding. Wat eet je? Zijn het veel suiker? Zijn het veel koolhydraten? Vermijd dat. Eet heel veel groente. Maar trek er ook echt op uit. Ga naar buiten. Ga wandelen. Beweeg en eet gezond. Tip nummer 4. Die mag echt niet ontbreken in dit lijstje wanneer jij wilt afrekenen met eenzaamheid. Tip nummer 5. Sluit heel mooi aan bij tip nummer 4. Namelijk keer naar buiten. We zijn geneigd wanneer we ons eenzaam beginnen te voelen. om dit te doen. We keren naar binnen. We gaan piekeren. We hopen dat het maar snel voorbij gaat. We voelen ons gewoon zo. Maar jij mag je zo gaan voelen. En daar heb je wat lef voor nodig. Keer dus naar buiten. Ga op ontdekkingstocht. En je kan alleen maar dingen ontdekken. wanneer je je ogen gaat gebruiken. Dus mijn advies is: ben je eenzaam en voel je je zo. Overwin eenzaamheid door er echt op uit te trekken. Ga naar buiten, ontdek de mooiste bloemen in het park. Ga naar een museum, bekijk de details. Richt je aandacht naar buiten. Dat is mijn advies en tip nummer 5. Het is waarschijnlijk echt wel duidelijk na het zien van deze video dat we dat taboe van eenzaamheid mogen doorbreken. Ga deze tips toepassen en laat me vooral even weten binnenkort hoe het nu met jou verder gaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat eenzaamheid een openlijk onderwerp wordt wat we makkelijk kunnen bespreken. Nog twee tips. Bekijk de video wanneer je nog beter wilt leren netwerken om jouw sociale kring te vergroten. Of bekijk juist de video hoe jij erachter kan komen wat jouw passie is. Heel veel succes en bedankt voor het kijken.